En hij is voor jullie. Goedemiddag, welkom bij onze allereerste biobased lunch vanuit het Biocentrum, een 80% biobased gebouw. Ik ben Petra Boersma, directeur Biocentrum, en naast mij zit Sven. Hoi, ik ben Sven, dankjewel Petra. Ik werk als aanjager biomassa bij vereniging Circulair Friesland. En als vereniging hebben wij natuurlijk het doel gesteld om zo circulair mogelijk te worden in de regio. En we hopen ook een van de meest circulaire regio's te worden in 2025. Daarom is het wel nodig om onze materiaalstromen te kunnen sluiten. En een van de stromen die niet mag ontbreken is natuurlijk onze eigen stoelgang. Dus daar gaan we het ook vandaag met jullie over hebben. Maar ik wil misschien starten met een vraag. Rusten jullie ook een broodje toe? Luister even wat ik roep. Rus je ook een broodje poep? Is dat nou echt? Even slikken, is dat vies? Foei Willem, foei Willem, foei! Ja, na deze mooie start van het programma heb ik nog één huishoudelijke mededeling voordat we weer gaan beginnen. Zoals je misschien al hebt gezien, staat aan de zijkant van, van de uitzending een chatfunctie. En daar kunnen jullie al je vragen in stellen, al je opmerkingen die je wil maken. En aan het eind van de uitzending zullen wij een paar van die vragen ook in de groep gooien, zodat we het daarover kunnen hebben met z'n allen. En vragen die we niet kunnen behandelen, kunnen we misschien later nog op terugkomen. Dus stel ze ook vooral. Want vandaag hebben wij aan tafel drie deskundigen. Links van mij zit lector van Haan-Larenstein, Emiel Elverink. Hij weet alles over de bodem en hij heeft ook iets meegebracht wat niet is een toilet. Gaat hij straks alles over vertellen. Dan rechts van mij zit boer Pieter van der Valk. Die boer is in Verwoude en eigenlijk zo snel mogelijk alle kringlopen wil sluiten. En last but not least, Fides Lapidair, die laat zich het liefst introduceren met een kort filmpje. Let's talk about shit. Er zit een enorm veel waarde in die poep en plas. Hoe wij daar nu mee omgaan, is eigenlijk niet te bevatten. Wij spoelen dat weg, wij behandelen dat als afval, als iets wat we in overvloed hebben. Het fosfaatprobleem en het opraken van fosfaat, dat is echt een soort, nou ja, verborgen gevaar voor de toekomst. Want uiteindelijk gaat er... Zo, Fides, ja. Naar dit filmpje. Waarom hebben we het eigenlijk nooit over onze stoelgang, denk jij? Ja, groot mysterie. Het is zo'n mooi onderwerp en het is ook belangrijk. Het wordt alleen nog maar belangrijker. Maar mijn hypothese is dat wij, net zoals je zag bij ome Willem, broodje poep, vies. Wij hebben aangeleerd dat het vies is, dat het afval is, dat het iets is wat je doet in een heel klein kamertje, deur op slot en je spoelt het weg. En ik denk dat dat ons weerhoudt om de potentie ervan te ontdekken. Maar wat kan de potentie er zijn, Emiel? Nou, in ontlasting zit natuurlijk aan de nutriënten. Voor het sluiten van de nutriëntenkring op zal het dan bijdragen. Dus, Pieter? Zeker, ik denk dat ontlasting een van de grootste sluitposten is in het circulaire maken van het systeem. Okay. En waarom is het een van de grootste? Kijk, wij leven in een kringloop. En mijn functie als boer is dat ik mensen voed in de zin van dat ik voedsel produceer. Nou, voor dat voedselproductie heb ik wat nodig. Hè. Mijn bodem heeft een bepaalde voedingsbron nodig om daar die grondstof te kunnen leveren. Nou, om die grondstof te kunnen leveren aan de mensen, heb ik dus een voeding voor die bodem nodig. Nou, de mens eet, scheidt dat uit, wij brengen het niet terug, maar zorgen dat we een andere voedingsbron naar die bodem toe brengen. Nou, dat is eigenlijk is het zonde. Het is zonde, maar is mest van koeien niet genoeg? Nee, zeker niet om die kringloop te sluiten. Absoluut niet. Oké. Maar ik hoor ook wel, we hebben ooit een riolering aangelegd omdat er zoiets als ziekteverwekkers en al dat soort zaken in zouden kunnen zitten. Fides, kan je daar wat over zeggen? Het is niet waarom we de riolering aansloten. Het komt echt van de middeleeuwen af, waar het inderdaad we poepten met ons drinkwater, hadden niet eens door. Ratten, pest, grote misère. Het rioleringssysteem was een soort van de
bel van het moderne leven en heeft toen een heleboel problemen opgelost. Maar we moeten nu kijken of het nog steeds wel werkt. Want volgens mij, we hebben nu die poep heel hard nodig om ons land en zo onszelf te voeden. Maar de nutriënten, medicijnresten, door het composteringsproces kunnen we die eruit halen, doen we nog onderzoek over. Maar moet ons zeker niet weerhouden om dit te exploreren. Weet jij waar we dan nou staan een beetje qua onderzoek op dit soort vlakken? Van wat zijn een beetje de... Wat we zien is dat ontlasting relatief hoog zit in fosfaat. Dus er zit ook organisch stof in, wat op zich interessant is voor de boren. Dat helpt aan allerlei functies. Dus het is een goede mestbron. Alleen inderdaad is er potentie op allerlei microverontreinigingen die we eigenlijk nog niet kennen. Dus we moeten ook zeker zijn dat het veilig is. Dus, want je brengt het wel in de voedselkringloop. Dus, ja, en daar moet je op letten. En dan is inderdaad een stukje extra onderzoek nodig. Er wordt wel onderzoek gedaan, maar heel veel nieuwe verontreinigingen weten we eigenlijk heel weinig van nog. Dus wat daar de effecten van zijn. En eigenlijk weten we ook soms niet eens wat de normen zijn. Er is normen voor soms. Dus, en je moet je voorstellen dat er samen met de ontlasting, gooi je natuurlijk op het riool, gooi je ook je afwasbaar water en allerlei andere nieuwe stoffen die we in het huishouden brengen. Dus inderdaad zit er op dit moment geen scheiding tussen, dus dat is ook misschien waar je over na kunt denken, moet je die twee stromen misschien wel eens gaan scheiden. Dus echt je toilet gaan scheiden van iets anders. Deel doen we dat al door regenwater te ontkoppelen, dus zodat je de overlopen minder hebt en dat je allerlei problemen daar niet meer hebt in natuurgebieden. Dus maar binnen het huishouden nog steeds heb je natuurlijk, komt alles bij elkaar, dus je badwater, je afwaswater. Dus, sommige mensen gooien van alles door de schoorsteen, dus dat mengt met elkaar, dan moet je goed over nadenken. Dus, maar het is zeker moeten kijken of we de kringloop kunnen sluiten. Wordt er wel over nagedacht, om te kijken hoe we dat anders kunnen doen? Zeker weten, er zijn echt enorm veel oplossingen. Enorm veel, ook voor verschillende soorten situaties. Dus wij zijn met een project bezig waarbij we circulaire sanitatie op festivals willen waarmaken. Wat voor dingen? Circulaire sanitatie op festivals. Circulaire sanitatie ja, op festivals. Maar dat is heel dus, omdat het daar nog niet aangesloten is op het huidige rioleringssysteem, kunnen we het droog opvangen. Schone stroompoep. En dat kunnen we dus verwerken en in de kringloop brengen. Maar je hebt ook andere situaties. NIO is een mooie onderzoek, of met een mooi proces en product bezig om met algen te werken, om het uit gebouwen op te halen. Maar daarbij is belangrijk dat je het... Maar hoe werkt dat dan? Iets met een alg uit een gebouw ophalen? En misschien weet jij meer over dit onderzoek, want anders maak ik allemaal weer woordfoutjes. Sorry, ik kan niet... Nee, eigenlijk wat je daar doet is het, je moet poep en plas opvangen, ja. Eigenlijk met zo min mogelijk water, want water verdunt heel erg. Dus zij doen het al met 1 liter water of helemaal niks willen ze naartoe. Nou, dat gaat er doorheen. Algen eten dus eigenlijk de goede deeltjes ervan op. Ah, ja. En dat, die algen die gaan ze spreiden over het landschap. En het water wat dan nog gebruikt wordt, al is het al helemaal niet, wordt gereinigd en kan weer als gezond drinkwater terugkomen. Dat is een oplossing. Een andere oplossing is biomaaiers gebruiken, is fermenteren, is composteren. Dus voor elke verschillende situatie zijn er verschillende oplossingen. Die zijn er al, maar ja, we doen het nog niet. En dat is waarom we dat niet doen. Dat is een interessante vraag. Heb jij daar een idee over, Pieter? Nou, ik denk dat, kijk, hoe ik nou naar mijn bodem kijk, en dat leren wij ook in door de jaren heen, is dat het misschien wel heel interessant is om te kijken naar die bodem, als zijnde van dat is, kijk, ik voer nu mijn koeien. En dan met die koeien, die voer ik met een uitgebalanceerd rantsoen. Daar weten we bijna alles van. Ja, wat weten we nou eigenlijk van het rantsoen van die bodem? Wij doen daar nou wat mee, omdat die plant daarop groeit. Maar eigenlijk weten we daar nog helemaal niet zoveel van. Daarom is het ook mooi dat Emiel erbij zit, want die weet er alles van in die zin. Alleen daar hebben we nog heel veel onderzoek te plegen. En waar ik naartoe wil, als boer zijn, zou het fantastisch zijn als we ook een rantsoen voor die bodem zouden kunnen genereren. Waar dit eigenlijk een onderdeel van vormt. En zoals Emiel aangeeft, zit er hele waardevolle nutriënten in. Nou, fosfaat werd aangehaald. Nou, fosfaat is in principe een probleem. Hebben we wel genoeg fosfaat in de wereld? Dus dit zou ook buiten Nederland geweldig potentieel kunnen dienen om te zorgen dat we in ieder geval bodems vruchtbaar houden. Er moet dus meer onderzoek naar gedaan worden. Gaat dat ding daarbij helpen, Emiel? Misschien, dat weet ik niet. Dit is voor de mensen die kijken, dit is een schaalmodel met dank aan
een noordwind van een meesterkosmos. Wij willen gaan hier om het biocentrum heen gaan wij een tuin maken met 120 van zo'n soort bakken. Die bestaan uit verschillende lagen. Hierin komen ongestoorde bodemprofielen. En dan kunnen we eigenlijk heel goed gaan monitoren wat de effecten zijn op het moment dat je additieven, dus bijvoorbeeld ontlasting of misschien andere stoffen gaat toevoegen aan de bodem. Wat dat doet op de bodembiologie, maar ook op de fysische en chemische parameters, maar ook dingen zoals waterkwantiteit en kwaliteit. Dus het is een gesloten bak, maar wel met een werkend ecosysteem. En dat moet nog bijdragen. Dus hopelijk krijgen we dan meer kennis en met name praktijkgerichte kennis moet hieruit voortkomen. Ja. Daar zouden we ook testjes mee kunnen doen met bijvoorbeeld de uitwerpselen. En dus het volgend jaar moet het staan, dus je bent meer dan welkom dan dat te komen testen. Nou, dat is mooi. Wat nou mooi zou zijn, is als wij dus doneren voor die bakken, is dat wij dus waarde geven aan de aarde terug, dat wij ook korting krijgen op een lekker broodje of op een koffietje erbij. Ja. Ik ben het hier wel helemaal mee eens trouwens, want ik denk dat als wij toe willen naar een circulaire economie, dat is een beetje een wazige term, maar dan is dit absoluut van belang. We moeten zorgen dat die reststromen niet meer worden gezien als een afvalstroom, maar echt als een waardevolle stroom die we terug zouden moeten brengen naar ons systeem. Of het systeem klinkt dan wat technisch, maar naar de grond, zeg maar, die eigenlijk ons voedsel weer produceert. En dan heeft de herwaardering van de keten. Heeft het een enorme waarde. Nee, het zou mooi zijn als ik mijn kunstmest uit kan faceren, doordat ik eigenlijk die toegevoegde waarde kan halen uit een natuurlijke reststroom. Ja, dan heeft het ook echt een waarde. Ook in onze voedselproductie. En wie zou dat moeten betalen voor humaan substraat? Zou de boer dat doen als inkoop? Nou, ik heb daar wel een mening over. Ik vind dat ik als boer, zeg maar, heb ik de grond. En grond en bodem is feitelijk de enige plek waar recycling plaatsvindt. Dat klinkt misschien apart, maar dat is de enige plek waar iets afgebroken wordt, totaal afgebroken wordt en iets nieuws wordt opgezet. Een grondstof, gras, mais. Aardappelen, sla, weet ik veel wat. Dat betekent dus ook dat ik het recycled vermogen die verantwoording zou moeten nemen, om het recycled vermogen voor mijn rekening te moeten nemen voor die samenleving. En ik denk daar mag best een waarde aan gekoppeld worden, in de zin van dat heeft ontzettend veel waarde voor ons als maatschappij. En als we de boer meer zo zouden benaderen dan alleen, zeg, een voedselproducent, dan denk ik ook nog dat we een heel mooie bouwsteen hebben naar een mooi systeem, wat eigenlijk een mooie landbouwtransitie instrument, wat zou kunnen dienen om eigenlijk niet die productie voorop te stellen, maar juist dat recycled vermogen van die samenleving voorop te stellen. Ja. Maar wat houdt dat nou tegen dan? Als we zitten nou op het punt, nu zijn we er nog niet, en dat is wel een droom van jou en ik zie andere mensen ook wel even knikken, maar wat is nou hetgene wat dat nou tegenhoudt, waarom doen we dat nog niet eigenlijk? Nou, ik denk dat het veel te maken heeft met veiligheid dus op dit moment. Het huidige systeem van rioolwaterzuiveringsinstallaties is eigenlijk energie-intensief. Dus er wordt veel energie ingestopt en wordt vaak ook getransporteerd en wordt verbrand. Dus dat is op zich wel, daar moet je over nadenken. Dus dat vraagt een ander systeem. Dus mensen op een ander systeem krijgen dan lekker makkelijk die toilet doorspoelen. Ik denk dat daar nog wel een hobbel zit. Dus ik denk dat je dat heel goed kunt doen voor events en zulke soort zaken. Dus festivals en die dingen waar je afgebouwd bent. Dus dat zal heel goed kunnen. Dat is denk ik een eerste stap. En het andere is natuurlijk van wat doet dat dan precies met de bodemkwaliteit? Dus, en hoe werkt dat uit? En is het wel veilig genoeg? Kijk, duurzaamheid vinden we heel belangrijk. Maar menselijke gezondheid vinden we nog veel belangrijker met elkaar. Dus, en dan moeten we goed, dat moeten we ze zeker ook kunnen bieden. En dat vraagt nieuwe innovaties. Dus om het te hygiëniseren, om nieuwe verontreinigingen daar inzicht in te krijgen en daar de effecten van te weten. Dus dat zijn denk ik stappen die we met elkaar moeten zetten. Dus, mag ik daar iets op toevoegen? Want daar zijn we. Wij denken altijd als we aan circulair of als je composteert toiletten, denken we aan, weet je wel, een bakje zaagsel erbij. En we moeten weer terug naar die tijd. Als ik het met mijn oma erover heb, dan vindt ze het verschrikkelijk. Want zij kent nog de tijd dat de poep werd uitgereden, dat stonk zo. Maar we zijn daar verder vandaan. Wij kunnen nu toiletten die we gewoon kunnen doorspoelen. We hebben hetzelfde effect, we hoeven niet in te leveren op ons. Op ons gewoon wc-toiletgebruik. Dus niet weer het huisje achter huis met een emmer erin. Nee, dat hoeft niet meer. En ook met, we hoeven ook niet meer poep uit te rijden dat het gaat stinken. We zijn allemaal, door het composteersproces wordt het gewoon weer aarde. Dat gebruiken we dan. Dus ik ben altijd heel erg bewust dat we niet gaan refereren met dat wat we kennen. Want we zijn verder dan dankzij de techniek en dankzij de innovatie.
Is het ook iets waar jij het over hebt, Pieter? Met je, jij draait het boerenbedrijf ook met je vader, toch? Klopt, ja. Heb je het daar wel eens over met elkaar? Zeker hebben we het hier over. Dat is ook omdat wij ook wel eens vooruitkijken. Toch is de waan van de dag ook de waan van de dag. Hè? Dus wij moeten ook, het is veel werk, dus wij zijn ook veel aan het werk, elke dag. En dat betekent dat je niet alleen maar kunt dromen over de toekomst. Alleen wij willen daar absoluut stappen in zetten. Maar sterker nog, we maken er ook ruimte voor om dat mogelijk te kunnen maken. Dus ik probeer er ook echt tijd voor te maken. Om die vernieuwing op te zoeken. Maar dit is wel uiteindelijk waar we naartoe willen. En ik probeer dat wel in mijn omgeving op te starten. Om dit soort initiatieven echt ook grond te bieden. In een bepaalde structuur. En dat is wel waar ik me heel erg mee bezig hou. En dat begint natuurlijk niet met een broodje poep, zeg maar. Maar het begint misschien met andere reststromen die nu prima tot onze beschikking zijn. En dat is dan de eerste stap. Maar zo zouden we dat op kunnen bouwen als we dat goed organiseren. En ik denk dat we daar gewoon tijd en energie moeten steken. Want ik weet waar jij mee bezig bent, wat je aan het opstarten bent. Kan je even in het kort toelichten? Want dat is op zich ook wel revolutionair. Nou ja, revolutionair weet ik niet, want het gebeurt al redelijk veel. Alleen ik vind dat we dat moeten organiseren. En ik denk dat we... En dat is, wat wil je organiseren? Nou, wat ik net zei, ik denk dat wij als boeren voor een deel verantwoordelijk zijn om dat recyclingvermogen van die samenleving te kunnen zijn. En dat betekent dat we eigenlijk een regiefunctie zouden moeten vervullen in de reststromen die teruggaan naar onze productiegrond. En die regiefunctie, ik vind dat we die... En reststromen, dan hebben we het over groen van Staatsbosbeheer, Frieske Geer... Reststromen, denk aan een goed rantsoen voor mijn bodem. Laten we dat als uitgangspunt nemen en dan zouden we moeten kijken wat daarvoor beschikbaar is. Ja. Maar dat is wat mij betreft het uitgangspunt en daar hebben we regie voor nodig om dat samen... En dat kunnen wij niet alleen als boeren ook niet alleen, dan hebben we al die partijen die je net noemt, hebben we daar ook keihard voor nodig. Ja. Die stappen zouden we met z'n allen moeten zetten om die circulariteit ook een beetje vorm te kunnen geven. Ja. Maar ik vind dat zijn wij wel mee bezig om dat te organiseren, want dat ligt voor een deel bij mijn verantwoording, denk ik. Ja. Maar nu, als je dan zo kijkt van dat is waar je naartoe wil, dan nu hebben we eigenlijk nog geen goed rantsoen voor onze bodem, zou je dan zeggen? Of is dat hoe... Ik vind, vanuit de kennis van nu zorgen wij echt optimaal voor die bodem. Maar de vraag is of die kennis van nu toereikend is om een goed rantsoen voor die bodem neer te leggen. Ja, dat vind ik een heel interessante vraag. En met de kennis van nu opereren wij mensen. Maar over 100 jaar denken we van hoe konden we in vredesnaam die mensen zo opensnijden. Ja, dat is de manier waarop wij leven en waarop we leren. En daarom hebben we onderzoek ook heel hard nodig om deze stappen te kunnen maken. Ja. Je ziet dat dat vaak maatwerk is. Hè? Dus dat verschilt per boer, per grondsoort. Dus wat is de behoefte? En met name als we het hebben over wat jij naar refereert, is namelijk de bodembiologie, die is daarin heel belangrijk. We weten steeds meer over de bodembiologie, maar nog heel veel niet. Dus, en dat is ook waar we stap in moeten zetten. Dus wat doet bodem precies? Hoe breken ze contaminanten af? Dus hoe gaan ze recyclen? Dus wat jij dat zegt. Dus, veel daarvan is biologisch werk. Dus, dat was fysisch en chemisch gevoed. Dus dan moeten we gewoon, dat verschilt. Dus, en dat is kennis wat we er langzaam zeker weer aan het opbouwen zijn. Dat zijn we een beetje vergeten de afgelopen decennia. Dus, ja. Dat komt gelukkig weer terug. Maar ons broodje poep speelt daar altijd een hele belangrijke rol in op termijn. En het sluiten van kringloop is heel belangrijk. Dit gaat een bijdrage leveren. Als je kijkt naar wat op dit moment de plaatsingsruimte is in Nederland, bijvoorbeeld voor fosfaat. Wij hebben in Nederland een fosfaatoverschot. En we verwachten in de toekomst voor het fosfaattekort weer opblijven. Maar dat gaat nog heel lang duren. Maar dat gaat wel komen. Dus als je kijkt naar de menselijke ontlasting en hoeveel fosfaat daarin zit. En je kijkt naar de plaatsingsruimte die we hebben in Nederland, dan is dat nog geen 5% ongeveer van de totale hoeveelheid fosfaat komt in de Nederlandse ontlasting, zit in de Nederlandse ontlasting. Dus dat betekent eigenlijk dat je ook voor die andere 95%, misschien dat het 90% is orde grootte, dat je namelijk steeds een fosfaatbehoefte hebt. Dus om daar eens te kijken. Maar alsjeblieft gaan kringlopen sluiten, dat is stap 1 en doe dat lokaal. En daar staan hele mooie initiatieven voor zijn, dus waarin mensen het bijna een dag van ervaring heb je ook draagvlak voor het mes snel. En dan kun je dat ook goed doen. En dat meng je samen met andere groenstromen die dan vrijkomen en potentiële mestbronnen zijn. En op die manier kun je hopelijk een hele mooie mix maken. En Pieter zegt dat heel goed, dat je op die manier eigen bodem gaat voeden. Dus dat je gewoon een goed rantsoen kunt samenstellen. Krijgen we dan ook betere gewassen, Pieter? Nou, dat is natuurlijk helemaal een ultieme vraag. Het zou natuurlijk, kijk, we produceren nu voedsel waarvan wij vinden dat het gezond is. Dat is ook gezond. De vraag is alleen, hoe zouden we daar nog meer aandacht op kunnen besteden? Ja, ook daar ligt
wat mij betreft een onderzoeksgat, zeg maar, tussen van, ja, wat is nu zo en wat is dan bewezen dat het echt beter is. En ik vind, ja, dat zou heel interessant zijn, want ik geloof wel dat er een relatie is tussen dat bioleven in die bodem en eigenlijk ons menselijk lichaam. Nou, en als die relatie, als we die aan kunnen tonen, ja, dat betekent ook dat onze gezondheid door ons mond gaat. Ja, ja, dat zou weer interessant zijn om dan eens te kijken van, ja, en wat zijn dan ons producten waard? Ik bedoel, we betalen nu 100 miljard aan de zorg, 100 miljard. Ter vergelijking, we hebben het nu over een GLB, hè, in de vergroening van de landbouw. Nou, dat gaat volgens mij over nog geen 100 miljoen. Nou, dat is, dan hebben we het over 100 miljard. Dat is echt waanzinnig zoveel geld dat daarin omgaat. Nou, zouden we niet een deel daarvan preventief kunnen investeren? Om te kijken van, ja, kunnen we nou aan die voorkant niet de mensen gezond houden? In plaats van dat we dat aan de achterkant allemaal moeten repareren. Door het sluiten van de kringloop. Nou ja, daar kan de kringloop misschien een rol in spelen. Met name dat rantsoen op die bodem zou daar het beste... Als dat onderzocht is, zou daar misschien wel een heel belangrijke sleutel in kunnen zijn. Daar ben ik van overtuigd. Fides, is jouw mening? Ja, nee, ik ben het er helemaal mee eens. Dus op het moment dat wij ons bodem voeden, kunnen we onszelf voeden. Maar ik wil toch nog wel een pleidooi doen, want ik voel toch wel een beetje meer urgentie. Ik ben helemaal voor onderzoek, dat is belangrijk. Maar we moeten het ook gewoon gaan doen. Fosfaatmijnen, tussen de 30 en 100 jaar zijn die op. Er zijn er maar 3 in de wereld. Je moet bedenken, fosfaat is een van de basiselementen van plantengroei, van leven. Daar wordt nu kunstmest van gemaakt. Nou, die kunstmest die gebruiken we op het land. De bodem raakt uitgeput. En we eten die nutriënten weer op. We poepen ze uit en spoelen nu weg. En ze vergaan nu. Ze worden nu uiteindelijk verbrand. Dus ik voel een enorme noodzaak. Het is gewoon eindig. Het is eindig. En die raakt op. En wij de nutriënten die wij dus zelf produceren, die vernietigen we. Dus ik voel een enorme noodzaak om dit aan te pakken. Maar het is wel een beetje nieuws. Nou, ik vind wel terecht wat je zegt hoor, want fosfaat is hartstikke belangrijk in de wereld. Maar wees wel bewust dat op mijn bedrijf wordt geen fosfaat gekunstmest rooit. Nee, ik stoor geen kunstmest of geen fosfaat uit kunstmest. Dat is alleen stikstof. Het punt is dat in de rest van de wereld, eigenlijk ik ben het nu veel 2 jaar lang de wereld over mogen reizen, maar ik heb eigenlijk gezien dat nergens op de wereld is de kringloop eigenlijk al zo verzorgd als in Nederland. En wij zijn hier eigenlijk al heel erg bezig met ons kringloopje. Namelijk in het buitenland wordt heel veel akkerbouw het wordt geteeld op basis van kunstmesten. Daar wordt dus die fosfaatkunstmest veel aan toegepast. Nou, hier in Nederland hebben we dat eigenlijk al best wel goed voor elkaar door die kringloop ook met koeienmest en te proberen te sluiten. Zeg ik niet dat het nog beter kan. En ik denk dat wij als Nederland misschien wel de mogelijkheid hebben om dat heel goed te doen. Ja, maar wat Fides zegt, het is gewoon eindig. Ja. Dus als we daar een kringloop van maken, precies. Worldwide, want Nederland is nou niet heel groot. Maar we hebben ook een voorbeeldpositie, hè? Want wij hebben hier heel veel vee. We hebben zelfs een overschot. Dus dat krijg je ook. Waarom? We hebben toch een mestoverschot. Dat hebben wij hier. Wij hebben heel veel dieren op een klein stukje land. Maar wij importeren heel veel voedsel van landen en wij importeren daar ook de bodem. Dus die bodemgezondheid importeren wij ook hier voor ons vee. Dus ik denk dat wij een verantwoordelijkheid hebben als... Want je hebt niet overal, in elk gebied heb je zoveel vee. Je hebt altijd wel mensen waar gegeten moet worden, maar je hebt niet altijd vee waar gegeten moet worden. Mm-hmm. Dus ik zie ons ook wel dat wij een voortrekkerspositie hebben. Hoe zie jij dat? Nee, je moet absoluut sluiten, dus dat deel ik helemaal. Dus dat is echt, en dan moet je ook zo lokaal mogelijk doen. Dus zorg dat je dat ook de kringlopen gaat sluiten. Dus die deel ik helemaal. Die zitten helemaal gelijk. We halen heel veel ingrediënten uit Zuid-Amerika en Noord-Amerika. En daar merken we de bodem uit. Dus dat zorgt hier voor een overschot aan fosfaat. Dus, maar het is heel moeilijk om die lokaal te sluiten, wat ik net ook al zei. Dat betekent niet dat je niet moet beginnen, tegenwoordig niet, maar er is echt heel veel voor nodig. Dus en ik ben helemaal met jouw pleidooi eens van, hey, laten we alsjeblieft meteen beginnen. Dus, en doen waar we dat kunnen doen. Dus, maar ik denk dat niet dat we daar dan al zijn. Want de wereldwijde voedselproductie, dat in zo'n groot bedrijf en zo'n grote club tussen haakjes, dus waar iedereen met elkaar in concurrentie is. Dus dat is een hele mooie uitdaging. En ik steun helemaal wat je zegt. Dus lokaal beginnen, regionaal dingen oppakken. Zorg dat je kwaliteit op voedsel zet. Dus gezondheid en voedsel is een hele belangrijke. Dus het gaat niet alleen om de hoeveelheid voedsel, wat Pieter ook probeert te benadrukken, maar kijk met name ook naar de kwaliteit van het voedsel en wat is daar de gezondheidswaarde van. Dus nou, daar is nu ook heel veel interesse in. Er zijn ook allerlei projecten al die opgestart worden, die daarmee bezig willen zijn. Want als je de bodem dan goed voedt, dan heb je goede bodembiologie,
Dat zorgt voor, ik zeg dat wel eens, het Yakult-effect. Ik weet niet of je reclame moet maken. Maar in ieder geval dat je daar gezonde bacteriën op hebt zitten die je dan opeet. Die niet gaan koken, dus dat hoort ook. Maar ook het feit dat je minder gewasbeschermingsmiddelen hebt. Maar ook gewoon dat je veel betere aansluiting hebt van allerlei micro- en spoorelementen. Waar je als mens ook behoefte aan hebt. Zodat je eigenlijk weer met gezonde voeding aan de slag bent. Druk zijn met de bodem. Sven, hebben wij al vragen? Ja, nou ik zat aan te kijken, maar ik zie nog geen vragen binnenkomen. Dus ook een oproep, heb je vragen? Heb je vragen? Stel ze nu. Voor je het weet zijn we klaar. Ik heb zelf dan nog wel een vraag in ieder geval. Is die link nu ook al te leggen tussen wat Pieter zegt, of wat Pieter eigenlijk misschien wil, dat je ook de kwaliteit van het voedsel een link kan leggen met de bodemkwaliteit? Er zijn studies die daarop hinten dat het zo is. Dus, en die laten redelijke evidentie zien. Dus, maar die is nog niet hard. Dus we gaan ook, als ik het goed heb, zijn er ook plannen om in Groningen, in Noord-Nederland, echt die link echt te gaan onderzoeken. Dus kunnen wij daar wat mee en een leuk programma voor opstarten, zodat je ook daadwerkelijk die claim kunt leggen. Dus er is veel ruis op het gebied van wat maakt nou dat de wortels van tegenwoordig minder carotene bevatten en zulke soort zaken. Heeft dat te maken met het type wortel wat we gebruiken, omdat die eigenlijk doorgekweekt is omdat die lekker recht is en dat die mooi oranje is en zulke soort zaken en makkelijk oogbaar is en lang houdbaar is. Dus die is wat minder altijd hebben gekeken naar de voedingswaarde. Dus is dat een oorzaak? Of zit de oorzaak toch meer in de bodem, in de bodembiologie en zulke soort zaken? Dat is eigenlijk, maar dat zijn vraagstukken die nog steeds niet helemaal beantwoord zijn. Dus, wel eens zien we al ook aan allerlei andere onderzoekjes dat, ja, dat er toch wel echt, als je gezonde bodem zet, dat er veel gezondere producten vanaf komen. Dus, daar kunnen we al wel wat over zeggen. Wat het aan bijdraagt aan ziektes en zo, dat is. Dat is dan nog de vraag. Maar die eet je dan ook weer weg. Ja. Fides, volgens mij ben je ook bezig met een crowdfunding actie. Ja. Kan je daar wat over vertellen? Nou ja, we zijn hier al prachtig aan het praten, maar dit onderwerp is zo interessant en heeft zoveel aspecten. Het fosfaat, de kunstmestgebruik, de bodemuitputting, de belang van de bodem, het onderzoek, de wet en regelgeving, politiek. Het is zo interessant. Dus wij zijn eigenlijk met een documentaire begonnen, Let's Talk About Shit, om hierover te praten. Aan de hand van één broodje poep. Gaan wij het maakproces van één broodje poep, dus het broodje waarvan de ingrediënten groot zijn geworden, compost van mensen, groen plas, gaan we eigenlijk die hele cirkel af en spreken we allemaal experts over dit vraagstuk. Waarom, wat doen we nu? Hoe ziet een gesloten kringloop eruit en wat houdt ons tegen? We zijn er 2 weken geleden een crowdfunding mee begonnen om die documentaire te realiseren. Dus ga naar www.letstalkaboutshitthemovie.com of www.broodjepoep.com. Yes, doneer alsjeblieft, al is maar een klein bedrag. Wat het voornamelijk doet, is het een steunbetuiging geven naar het onderwerp. Waardoor grotere partijen hopelijk aanhaken om dit verhaal de wereld in te brengen. Mooi. Heel mooi. Ik heb net nog 1 vraag binnengekregen van een Vincent, toevallig. Zijn er ook al boeren, ik weet niet wie hem straks kan beantwoorden, die nu al door wet en regelgeving beperkt worden in het gebruik, in het sluiten van de kringloop eigenlijk? Zeker. Ja, zeker. Hier zit er eentje? Nou ja, ja, voor een deel wel. We werken aan wat projecten, zeg maar. Dat doen wij eigenlijk buiten de wettelijke regelgeving om, hè, omdat het in een pilotstatus mag. Hè, dan wordt het weer toegelaten. Alleen ja, dat betekent niet dat wij de regelgeving de ruimte dan bieden. Nee, dat geldt omdat dat binnen een pilot nu giet. En dat heeft alles te maken met de veiligheid. Emiel heeft het ook al een paar keer benoemd. Ja, we zijn heel erg van de controle, dat is goed. Maar ja, dat beperkt ook de snelheid in de vooruitgang wel eens. En wij willen als boeren misschien nog wel sneller dan we nu kunnen. En ik denk dat we daar best wel mee bezig zijn op dit moment. Ja. Mooi. Volgens mij... Gaan we naar de afronding? Tenzij je nog 1 vraag binnenkrijgt. Volgens mij is het bijna 1 uur. Ja. Ik wil iedereen bedanken die gekeken heeft. En dit was de eerste BioBase Lunch. Ik denk dat hierna nog meer gaan volgen. Wat denk jij, Sven? Ik denk het ook. Volgens mij hebben wij met dit lekkere onderwerp de smaak wel te pakken. Dus gaan we ook zeker kijken of we daar op door kunnen gaan. Ook namens mij bedankt. Morgen is nog de laatste dag van de Week van de Circulaire Economie. Ook dan zijn er weer nieuwe webinars, lezingen en evenementen. Dus houd ook vooral de website in de gaten. circulairfriesland.frl. Bedankt. Jullie ook, trouwens.